Zo gingen de afgelopen weken tientallen eiken op de grond op Langwad de Slangenburg bij Doetinchem. De BM stien al lang op de nominatie om kap te worden. Eigenaar Stits Bosbeheer had het hout skonken onder het Willem Barends project in Haas. En die binnen er maar wat blijft mij. Nou, wij zijn dol op kromme takken. En dat klinkt een beetje raar, want normaal wil iedereen mooi recht hout hebben. Maar in het schip hebben we heel veel kromme spanten nodig. Dit is een hemel op aarde voor ons. Met deze prachtige bomen, met die zware gekromde takken van eeuwen oud. Nou, daar halen wij haarfijn precies de vorm uit die we nodig hebben. Bijzonder, omdat de originele Willem Barends ekbouwt is van IKBM in de omkrieten van Doetinchem. Het meeste hout luidt nu in opslag in Zurich. Voor het project is de skinking een boppenslag. Vooral omdat de financiering nog lang niet roen is. We hebben wel zoveel reserve dat we heel rustig door kunnen bouwen. Alleen dan kunnen we het niet in de planning die we hebben van zeg maar 2-3 jaar dat die af moet zijn. Dan zal het bijvoorbeeld uitlopen naar 3, 4 of 5 jaar. En dus nou echt gevaar loopt het niet. Maar het is ons streven om het niet al te lang te rekken.